Morgen! Ben jij klaar voor jouw cadeau? Nee, ik ben niet klaar. Nee, we gaan niet uit een vliegtuig springen of zoiets, hè? Nee, dat is nog een soort van normaal. Maar ja, jij hebt wel andere standaarden. Ik zie er normaal uit, jij bent toch gek van jezelf. Maar heb je er zin in? Ja, ik heb wel zin in, maar je hebt hele verschillende rare dingen opgegeven. Ik heb tegen Nie gezegd, een zwembroekbree, droge kleren, lange broek, korte broek. Het is 30 extra, graden. Extra onderbroek. Het wordt 30 graden, waarom moet ik een lange broek mee? Dat ga je zo zien. Wakker. Niek die was een paar weken geleden jarig en ik heb een verrassing voor hem geregeld. Namelijk, we gaan uit een vliegtuig springen en hij weet helemaal niks. Niek, opstaan, tas pakken, want we gaan er vandoor. Ja, we gaan hè. Hoe lang is rijden? We gaan op reis. Hoe lang is rijden? Dat ga ik niet zeggen. Ik ga helemaal niks zeggen. Jij gaat gewoon... Met jouw auto of met mijn auto? Met mijn auto. Je gaat gewoon mee. Okay. Je gaat gewoon zitten. Ik ga geen blinddoek opdoen of wel zo gek. Die krijg je 100% op. Zeker. En ook lang. Nou, dat valt wel mee. Kom. Hobbelen. Wat ben je aan het doen? Huh? De navigatie heeft hij even gestart. Maar ik mag niet op mijn telefoon. Jij mag niet op mijn telefoon kijken. Jezus. Kijken. Nee, ik ga niet kijken. We gaan dus straks de boot op naar Texel. Alleen ik twijfel een beetje, want ik wil hem dus gaan blinddoeken. Maar we staan nu eventjes hier langs de weg. Maar ik wil hem dus eigenlijk gaan blinddoeken, maar we hebben de boot pas om 10 uur. Dus dan moet hij dus nog een half uur daar wachten. En dan moet hij echt nog een uur lang met die blinddoek opzitten. Dus ik ga denk ik tegen hem zeggen dat we naar Texel gaan. En dan ga ik hem pas op Texel ga ik hem blinddoeken. Wat ben je aan het doen? Stap maar even uit. Je krijgt van mij een tip. Nou, en eigenlijk is het niet eens een tip. Het is zeg maar, we gaan naar Texel. Nee, kut! We gaan naar Texel en ik wilde je eigenlijk wilde ik je al bij Alkmaar blinddoeken. Alleen, ik dacht, ik kan je niet een uur lang ook op die boot. Ik dacht, ik gun je het mooie beeld op de boot. Oké. Dus we gaan naar Texel. We gaan wel uit het vliegtuig springen. Ik ga niks zeggen. Als dat zo is! Ik ga niks zeggen, Niek. Kak, teringzooi. Waarom moet je van uit een vliegtuig springen shit meenemen dan, idioot? Heb je daar een schone onderbroek voor nodig? Heb je daar een nieuwe droge kleren voor nodig? Ik denk het niet. Ik zou, als ik jou ook, dat zou ik ook kutdingen zeggen. Om jouw kutdingen laten meenemen om je op verkeerde been te zetten. Nou, daar staan we dan, Niek, hé. Zo, hé. Ah, dit is wel spannend hoor, zo'n boot. Als je mij meeneemt op de boot naar Texel voor mijn verjaardag, dat had ik niet durven dromen. Dit is ook gewoon de verrassing, hè? Ja, dit is de verrassing. De boot komt ook weer terug, toch? Ja. Ik heb een retourticket gekocht. Ja. Dus we gaan op de boot, komt er nu aan. En dan gaan we terug. Nou, dan laat ik jou daarachter. Ben ik eigenlijk blij, want dan hoef ik ook nergens meer zenuwachtig voor te zijn. Ah, ik ben ook helemaal niet zenuwachtig. Ik ben helemaal niet zenuwachtig. Ben je zenuwachtig? Nee, jawel. Tuurlijk niet. Jawel, nee. Ik weet niet wat gaat gebeuren, dan moet je dan loslaten. Maar ja, dat lukt niet. En dan maak je jezelf gek. Ik heb het gevoel dat Niek het al een beetje doorheeft. Want we stonden net buiten toen we aan het parkeren waren of aan het wachten tot we de boot konden. Kwamen er twee meisjes langs die wilden op de foto. En toen vroeg Niek, wat gaan jullie eigenlijk doen op het eiland? Zeiden ze, ja, we gaan zo parachute springen. En toen zag je wel echt aan Niek zijn hoofd dat hij echt dacht van, oh fuck, volgens mij gaan we dat doen. En ik denk dat hij het weet. Maar dat hij het niet wil, hij wil het gewoon niet. Het is echt een droom van mij geweest om garnalen te gaan vissen. Dus ik ben onwijs blij dat deze droom uit gaat komen. Je weet wel dat als we straks, het moment dat we daar aankomen, krijg jij een blinddoek op. Nee, ik ga wel een blinddoek doen. Ja, en ik heb een roze. Dat maakt me niet uit. Of die nou roze, blauw of wit is. Toen we uiteindelijk op de boot zaten, merkte hij wel echt aan Niek dat hij heel zenuwachtig was. En hij kon zichzelf wel opvreten. Luister, ik heb net een story gepost met, oh, verrassingdag, Vincent neemt mee naar Texel. Iedereen reageert, pas niet springen. Ja! Maar hoezo denk je dat? Je kan zoveel doen op Texel. Oh ja, wat dan? Misschien gaan we wel op een boot, misschien gaan we wel op een fucking snelle boot langs de Waddeneilanden. Misschien gaan we wel zeehonden kijken. Oké, Niek, ga maar zitten. Ja. Een bankje? Ja, ga maar zitten. En doe je blinddoek maar af. Oh, what the fuck? We gaan zeehondjes kijken. Oh, yes! Wat leuk! Dit is zo'n mooie verrassing. Dit is zo leuk! Echt waar! Nee, ik vind het wel echt met 10 euro waard. 15 euro. 15 euro? Nee, 20.
Het was 15 euro. Nee, het was 20 afgerekend voor met z'n tweeën. Oh, nou, hebben we gekocht in de winkel. Maar kijk, hier is. Ik dacht ja, dat jij niet op je kop was. Kijk eens, 10 euro korting. Oh, gehandicapte korting. Ja, dat is altijd gek. Wat gaan wij doen? Je kan een zeehond abonneren. Abonneer nu op deze zeehond. Adopteer een zeehond, genaamd Daan. Hier. Dat is toch leuk? Oh, 100 euro per maand kost het waarschijnlijk. 100 euro. Maar 5 euro per maand kun je een zeehond adopteren. Rianne, Karin. Karin. En je krijgt een nieuwsbrief, maar die hoef ik niet. Nou jongens, we gaan even... Betaal ik wel 10 euro zonder nieuwsbrief. Niet aanraken, mijn god. Die mag niet aanraken. Wie zegt dat? Er staat helemaal geen bordje. Ik hou van zeehonden. Het is nu echt heel rustig hier. Want ja, het is laagseizoen, dus helemaal niemand. Ik zit even naar die beesten te kijken. Het zijn eigenlijk hele gekke beesten. Maar hij staat met zijn ogen dicht. Hoe kan je nou nog wat zien? Misschien heeft hij geen ogen meer. Is hij zijn ogen eruit gestoken door een inktwist of zo? Dat kan, hè? In het wild gebeuren echt rare dingen. Miek, ik heb echt iets prachtigs voor jou. Ja, laat maar zien. Wil je hem zien? Ja. Is het slipje van... Oh, dat is een blinddoek. Ja, ik had ook wel een andere mee kunnen nemen. Ja. Maar goed. Miek, doe hem op. Oké. Ja, zit dit gewoon een beetje oké? Okay? Ja. Oké. Nou, ga maar weer lekker zitten, Niek. Nee, kom maar. Ja, perfect. Hij heeft het wel een beetje door, heb ik het gevoel, jongens. Maar goed, we gaan het zien. We gaan het zien. Ik kijk echt door een roze bril. Kijk, maar dat werkt dus wel, want ik ben gelijk meer ontspannen. Goed zo. Ja, maar daar deed ik het dus weer voor. Gaat het goed hier? Ah, zo, ik droomde dat ik op Terschelling was. Dat is gek. Ja. Je bent op Texel namelijk. Echt? Ja, je bent op Texel. Dit is niet Terschelling, maar dit is Texel. Ik ben niet thuis. Nee, je bent niet thuis. Oh. Miek, we zijn over 4 minuten op de locatie. Ik heb een beetje het gevoel alsof jij hebt een bepaald idee wat je denkt dat we gaan doen. Ja. Mezelf doodgooien uit een vliegtuig. Nee. Nee, ik ga je zeggen, dat is het niet. Maar ik moet zeggen, het lijkt wel... Het lijkt er wel op. Het lijkt er wel een beetje op, weet je wel. Het is niet precies dat. Ik heb hem in de auto laten zitten met muziek op. Ik heb dus afgesproken met iemand hier, want ik heb contact gehad met dus Paracentrum Texel. En zij wilde heel graag dit samen doen, want ik had dus verteld wat ik van plan was, dat ik Niek wilde gaan verrassen. En zij zeiden, superleuk plan, wij willen graag meedoen, dus kom gezellig hierheen en dan gaan jullie gewoon springen. Dus ik ga zelf ook. Kom maar hoor. Ja, mag ik uitstappen? Kom maar hoor, je mag uitstappen. Oh, mag dat teringding eens af? Nee, ja, nog heel even ophouden. Geen idee. Kom maar, oh ja, ik moet... Ja, kom maar. Ik liep ook gewoon weg. Kom maar, pak maar mijn handje vast. Heb je er zin in? Heb je er zin in? Ik weet niet of ik moet kotsen of moet huilen. Maar ja, ik heb er wel echt heel veel zin in. Ik vind het heel eng, ik weet niet waar ik naartoe loop. Kom maar mee. Als ik jou geblinddoek heb, zat ik over na te denken. Dan met jou laten bungee jumpen, dan viel je gewoon van een muurtje af. Nee, kom maar. Ik ben gewoon bang dat je me gaat terugpakken. Nee. Ik doe niks. Ik ga niks. Nee, kom maar. Je hoeft je geen zorgen te maken. Dat vertrouw ik niet. Wat? Dat vertrouw ik niet. Hoezo? Ik zou nooit iets raars doen met jou. Ik ben bang dat ik tegen dingen aanloop. Heel gek. Nee, je loopt echt niks aan. Je bent helemaal veilig. Je mag gewoon lekker. Je gaat gewoon lekker hier op een bankje zitten. Ja, godverdomme. Ah, ik mag dat blinddoek toch al af. We zijn natuurlijk nu toch? Ga maar gewoon lekker zitten. Nu? Nee. Hier? Ja. Oké. Hier zit je goed. Nu moet je even lekker wachten. Ga ik doorheen. Op dit moment vraag ik me vooral af wat mensen hiervan vinden, van deze situatie. Dat jij. Mij nog een blinddoek heb van gisteravond met het seksmasker. Dat wij nu ergens op Texel zitten. Ja, je moet... ja, het is een seksmasker. Het is een seksmasker. Hallo. Kijk eens, goedemorgen. Hey man, hoe is het? Goed. Bjorn. Ja. Hi. Hi Bjorn. Hallo. Jij weet nog niet wat er gaat gebeuren, of wel? Jawel. Tuurlijk. Dus we gaan de lucht in. Ja. Niek, je mag je blinddoek afdoen. Godverdomme. Ja, tering zo. Godverdomme. We gaan jou uit het vliegtuig gooien, Niek. Nee. Ja, dit is echt mijn grootste nachtmerrie. En daarom is het... Nee, natuurlijk niet. Dat doet niemand voor zijn lol. Niek, dit wordt geweldig. Oh nee. Je krijgt een tuigje aan en je gaat eruit. En je wordt gefilmd. Ik word ook nog door jou. Nee, er gaat iemand meespringen, die gaat je filmen. Oh, ik moet alleen springen? Nee, ik ga ook. Oh, jij gaat ook? Maar je springt met iemand, iemand springt met je mee. Je gaat niet alleen. Kijk, we kunnen ook gewoon een rondvlucht doen. Nee, dat is voor oude mensen. Oh, Niek, je gaat het tuigje aan en je gaat gewoon springen. Ah, wat een once in a lifetime experience.
Nee, kijk nou hoe lang dat ook duurt. Hij zit nu de beelden te kijken en het bevalt hem niet. Ik ga denk ik echt over mijn gier gewoon uit dat ding springen. Geloof me, dit is echt, jij gaat wel een zieke adrenaline kick krijgen. Dit is echt niet normaal. Ik heb nu al adrenaline kick. Zal ik nu nog een kaartje naar huis sturen? Ja, doe maar. Valt misgaan. Ja. Je springt er niet uit, je zit eerst op het randje. Ja. Maar eigenlijk is het nog wat mooier. De instructeur zit op het randje. Ja. Jij bungelt buiten het vliegtuig aan zijn buik. Nou, hey. Ik heb er helemaal zin in. Ja, je hebt er helemaal zin in. Dan ga je er straks, hè? De volgende telepassagier van zich melden bij de Oranje. Je gaat straks hier lekker zo met het vliegtuigje omhoog. Ja. Het zonnetje schijnt. Margarita. Gek weer. Heb je er nu wel zin in? Ja, ik vind het wel mooi. Ik vind het wel een mooie uitdaging. Ja, ik denk dat dus ook. Want ik had het een keer met jou erover gehad. En jij zei tegen mij, nee, dat zou ik eigenlijk niet durven. Toen dacht ik, dit is precies waarom je het dus wel moet doen. Heb je dit een keer aan mij gevraagd? Ja. Ik het zou willen? Ja, en daarom gaan we het doen. Daarom gaan we het doen, ja. Oh. Je zit straks inderdaad in zo'n vliegtuig en we gaan 4 kilometer hoog. En dan moet je op het randje gaan zitten en dan spring je eruit. Kijk, dat is het engste moment, denk ik. Dan ga je helemaal gek. Maar ga je dan niet helemaal zo, nee. Zeg maar, net als je volgens mij... En wat gebeurt er als je, zeg maar, je broek poept, zeg maar, want het is geen toilet. Corredor de la muerte. Ja, dat wordt lastig. Dan moet je... De hele dag last van diarree al, hoor. Zo'n dingetje. Zo, het zou, hè. Even mijn moeder bellen. Ja, als ze nu niet opneemt, is dit misschien wel het laatste moment dat ik haar kan spreken. Het is belangrijk dat ze deze telefoon opneemt. Laat ook nog eventjes via WhatsApp. Ach, ze neemt op. Mam. Hallo. Weet je waarom ik op Texel ben? Nee. Ik ga uit een vliegtuig springen. Ik wil niet. Ja. Durf je wel? Nee. Maar als ik het niet overleef, ik hou van jou. Ben je nou je moeder aan het bellen? Nee. Wat dan? Spreek je later, mam. Yo, Finn. Niet, het is tijd. Ja, ik begin nu langzaam, maar zeker misselijk te worden. Ja? Ja, ik begin een beetje misselijk te worden. Kijk, als dit dus verkeerd gaat, dan dit is belangrijk om even goed op te letten. Als het dus verkeerd doet, dan moet je even zeggen, hey, wacht eens. Oh, maar ik ga niet meer mee dat vliegtuig. Ik ga niet meer. Ik zat net even op het toilet. Nee, Bjorn, even serieus. Ja. Ik zat net op het toilet en ik heb besloten... Dat je gewoon gaat. Trek het tuigje aan, slappen. Dit is wel het belangrijkste, denk ik. Let je wel een beetje goed op dat ze dat ding goed ontvouwen? Ja hoor, dat komt helemaal goed. Ze doen het elke dag, hè? Ja, maar dan ga je verzaken op een gegeven moment, hè? Op een gegeven moment als je elke dag doet, denk je, oh joh, het zit wel goed. Ja, oh joh, dit is zit goed, joh. En hoe oud ben jij? Ik ben 17. Ik leg mijn lot nu in nee, de minderjarige. Nee, ik spring niet met je mee. Maar je doet het wel bij me om. Jij krijgt alleen het tuigje. Ja. Maar hoe voel jij je eigenlijk, Finn, bij dit hele avontuur? Ik ben relaxed, want ik heb het al een keer gedaan. Alleen als je daar boven zit, dat is hoe vaak ik denk ook heb gedaan, dat blijft gewoon fucking dik. Toch? Net als? Ja, ik vind het geweldig. Was er nog meer dik? Bjorn, was er nog meer dik? Wil je zeggen? Wat wil je zeggen? Je wilt zoals ik? Ja. Leuk. Weet je wat? Ik hoop dat je valt. Nee. Ja, ik kom daarmee op. Oh ja, ik klop hem even af. Op hout moet je dat doen. Nou, dan ga je eruit. Dan krijg je na een paar seconden twee klopjes op jullie schouders. Mag je handen lekker loslaten. Mag je van alles mee doen. Probeer je benen wel stil te houden, want dat is wat fijner voor de instructeur. Nou, dan gaat er ongeveer een minuutje de parachute open. Dan heb je nog een minuut of vijf onder de parachute. En voor de landing gaat de instructeur vragen of je benen omhoog wil doen. Doe je benen vooruit, zorg dat er een knik zit in je knie, dat je hem niet op slot zet. Okay. En het kan helpen om je handen eronder te zetten. Okay. Klinkt als een steady plan. Klinkt als iets wat niet fout kan gaan. Dus. Let's go. Nou. Ik zou zeggen, let's go. We gaan het vliegen. Okay. Laten we nu even faken dat we aankomen lopen, dat we er geweest zijn. Oh, dat is iets verschrikkelijk. Oh, maar ik heb het gedaan. En ik ben zo trots op mezelf dat ik het gedaan heb. En wat een ervaring, jongens. Ik kan het allemaal aanraden. Wow. Oké, jongens. We gaan het vliegtuig in. Hello, Nick. Hi, Jake. Welcome to Power Central Texel. Thank you. So, how are you doing today? Het gaat goed, naar omstandigheden. We hebben net gesprongen, dus het was even heftig. Ik ben blij dat ik weer naar huis kan. First time, ja? Ja, is de eerste keer. Enjoy the jump. Ja, dankjewel. Ga ik doen. See you in the sky. See you in the sky. Break me till I fall apart. Loneliness is not the heart.
Hij is het overleefd. Hoe was het? Ik hou van mijn moeder. Ja. Je het overleefd, jongen? Nou, bijna niet. Gewoon. Het is dat het zo snel gaat. Dat je echt meteen eruit wordt gestuurd, maar... Tering, hé. Word je dik? Ik was fucking dik. Kom maar, eng. Eng, dat, eng, jongen. Dat vallen. Dat vallen, man. Ik in het begin kon ik alleen maar angst. Thank you, Jake. How was my face? It was awesome. Yes? Ja. Yeah. I was not, I was looking kind of cool, right? Yeah. Yeah. Bye, Jake. Oh mijn god. Dat als je uit de lucht valt, dat moment dat je valt, dat je echt dacht van, what the fuck? Maar het is ook weer zo ongelofelijk, alles is zo klein dat je ook denkt, ik dit is niet echt, nee, bijna. Maar op een gegeven moment val je lang genoeg en dan denk je, oh ja, ik ben aan het vallen en dan is het oké. Ja, holy fuck. En ook omdat hij zeg maar zo met het kamertje hoe dat ze doen. Dus je ziet hem zo helemaal lol hebben. Gozer, beste verrassing ooit. Ja. Dankjewel, goed zo, jongen. Goed zo. Oh ja, en ik had trouwens ook gesprongen en dat zag er ongeveer zo uit. Proberen, jongens, spring allemaal uit het vliegtuig. Maar disclaimer, gebruik wel een parachute. Ja, wel een parachute gebruiken. Want we twijfelden daar nog tussen, uiteindelijk hebben we wel gedaan. Ja, de instructor zei, doe maar wel. Ja, doe maar wel. Doe, het wordt aangeraden. Ja.